De werknemersorganisatie Openbare Werken, WOOW, is het niet eens met de recente besluiten van de leiding van het ministerie. Vooral ten aanzien van de maatregelen die getroffen zijn tegen het personeel vanwege de acties van de bond. Dit zei Michael Salons, voorzitter van de vakorganisatie, vandaag op een persconferentie. Salons stelt dat er geen ondoordachte besluiten genomen moeten worden door de autoriteiten, in het bijzonder minister Riyad Noor Mohamed. De werknemers zijn al een hele poos op allerlei manieren bedreigd in verband met die actie. En op 30 augustus hebben ze allemaal, en ze krijgen nog steeds, die nog niet hebben gehad, krijgen nog steeds, individueel een schrijven waarbij wordt aangegeven dat er no work, no pay toegepast zal worden ingaande januari. Laten we het houden januari, want hij heeft gezegd 1 januari, maar die mensen waren op 1 januari vrij. Hij was misschien aan het werk, maar zij waren vrij, dus je kan daar geen no work, no pay toepassen voor die dag bij die mensen. Salon zegt verder dat het besluit van de minister de vakorganisatie niet afschrikt. De WOOW dreigt dat als er niet gereageerd wordt op het schrijven van de vakorganisatie, de acties verscherpt zullen worden. We hebben hem meerdere malen eigenlijk willen helpen om die acties op te schorten. Door hem te vragen naar een streefdatum van de punten die we bij hem hebben ingediend. Want we hebben hem gezegd, minister, we willen die acties ook opschorten. In onze laatste schrijf hebben we hem aangegeven, dat krijgt hij straks te zien, hebben we hem aangegeven, ja, dat minister, we willen het nieuwjaar niet ingaan met acties. Kom, laten we overeenkomen, ja, en kijken en voor elk punt een streef, dat minodruk, minister, zeg, geef me een datum wanneer het is opgelost. Salon zegt dat hij weet dat de minister voor bepaalde zaken afhankelijk is van zijn collega's. Juist daarom moet er teruggekoppeld worden met de vakorganisatie, omdat die goede bedoelingen heeft met het ministerie.